Maar als er iemand geboren is, hebben we beschuit met muisjes. En hier op de kampeerboerderij zijn er 6 konijntjes geboren. En wij zijn nu allemaal een hele week op kraamvisite. En als je op kraamvisite zit, krijg je beschuit met muisjes. En die hebben wij gisteren van de boerin gekregen. Dus we krijgen nu allemaal een lekker beschuitje. Wat? En wij proosten hier op het prille geluk. Wij eten hier beschuit met muisjes op het prille geluk van de 6 jonge konijntjes die hier achter in het hok zien lopen. Dave, je kan ze nu goed filmen. Kijk eens, oh, ja. Lekker. Ja. Hallo allemaal, zijn we een beetje uitgegeten nu? Ja, het is te horen aan het rumoer wat er in de zaal komt. Maar we hebben vandaag ook een jarige binnen deze groep. En waar is die, onze jarige? En wie is de jarige? Inderdaad, Daan Stravenmaden. De man met de grote lok. Kom maar hier, Daan. Hoe heb je daar niet op lucht? Ga maar even zitten, dat is nu makkelijk te horen om een jarig te zijn tijdens het kamp. Leuk. Goed zo. Maar je hebt, niet, ja, je hebt wel heel veel gezien, hè, vandaag. Ja. En ik heb gehoord dat jij ook gaat tracteren. Ja. En dat gaan we zo meteen al doen als het goed is. Ja. Want we hebben vandaag een hele warme dag. We gaan naar het zwembad. Even variatie. Dus er moet wel leuk zo meteen getrakteerd worden. Dus Daan gaat zo meteen buiten staan. Ja, met ijs. Ja. Met ijs, weet ik. Lekker warm, man. Lekker warm. En hoe is die? Mooi. Ja? Kan je goed gebruiken nu, hè, die pet? Dus, dus. En dan hebben wij dan ook nog een kaart bij. Maar ook thuis zijn ze jou niet vergeten. Want ik heb hier een cadeautje nummer 1 van thuis. Open maar wel eens als het uit is. Hey, mooi. Hoera, kut. Dat is gespeeld. En dat was het voetballen door het bos. Een groep. Waaronder team Joey, team Lex, 2 J's en team Bas. Op nummer 4, met 136 schoten, is team Joey. Nummer 3 met 129 schoten, team van de 2 J's.
het team van Lex. Met nummer 1, 45-schoten, het team van Bas. Ja! Kom maar naar voren. Dankjewel jongens, gefeliciteerd. David, zie je een nice picture. Oh ja? Oh. Hey, wat? Foto. Koen's new look. Oké, oude groep. Ook alleen maar voetbal door het bos. En op een gedeelde vierde plek, nee niet vierde plek, grapje, op nummer 5, met 29 schoten, New Jersey. Op nummer 4, met 1 schot minder, Hawaii, 128 schoten. Dan op een gedeelde derde plek, met allebei 108 schoten, Pennsylvania en New York. Dan. Daarna komt Nevada, 106 schoten. Nummer 2 en een gedeelde eerste plaats door Florida, Texas en Californië. Met 105 schoten. Ongelooflijk. Zo, bij het hele kamp. 3! Hey! Ongelooflijk, dankjewel. Hey Hans, nee, jij niet. Jongens, luister dan even. We gaan zo meteen weer naar het zwembad. En dat klopt, het is gewoon open. Colin heeft gebeld. Handje en dan pakken. Ja, feestje. Een goede hand, jongens. Even een goede strakke hand. Wat zeg je dan? Zo, deed het pijn? Ja, ging wel, maar het is wel knap. Is niet gebroken. Goed zo. Feestje met dan. Oh ja, dankjewel. En deze. Ja, maar dat wist hij wel, toch? Ja, dat is niet. Wat vinden jullie van ijs zo vroeg, 's morgens? Mag je dat ook thuis zo vroeg hebben? Nee, hè? Ja, jij wel? Nou, geloof ik niet. Ja.